Een drama voor shorttrekker Suzanne Schulting bij de Wereldbekerwedstrijden in Minsk. Ze kwam in de finale van de 1500 meter te val. Moest maar een brancard van het ijs hellen worden. De Chinese Yutong Han helle haar onderuit. Hierbij kregen benammen de nekken van Schulting een rare klap te verwerken.